Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe Gamersnet Gear, de Gearshow op Gamersnet, waar wij gaan praten over tech, gadgets en eigenlijk alles wat met elektronica te maken heeft. Mijn naam is Marcel, dit is Peter en vandaag hebben we de PlayStation Pro. Ja, het heeft even geduurd voordat we de review hebben. Dat komt omdat ik het een moeilijke review vond. Je vond het moeilijk? Ik vond het moeilijk, omdat het is niet alleen het benoemen van de tech. Vaak test je iets en dan zeg je gewoon, ja, het werkt iets beter. Maar bij de PlayStation 4 Pro is het gewoon heel erg hit or miss of het beter werkt of niet. Het verschilt namelijk per game. En dat is ook direct het, zeg maar, industry-wide probleem wat we vandaag gaan bespreken. Ja, inderdaad. Want wat is er aan de hand? Sommige games draaien minder goed. Ja, hij is echt significant sneller dan de oude PlayStation 4. Alleen, en hij is vooral gemaakt voor 4K-tv's. Ja. En hij heeft HDR, hè? High dus Dynamic Range. Ik wou zeggen, dat is echt, als je een 4K-tv hebt, ik heb er één, inmiddels, sinds 2 weken. Oh, okay. En vooral dat HDR, dat zit ook op mijn 4K-tv, dat is echt super vet. En bij sommige games zie je dat echt direct. Ik ben begonnen net met Final Fantasy 15. Oh, dat is ook al meteen een goede game om het uit te proberen. Bizar, hoe mooi dat is. Als je het HDR uitzet, dan denk je, jee, van de kleurloze troep heb ik normaal eigenlijk gespeeld. En ook bij Watch Dogs 2 zie je dat heel erg goed. Dat is echt een mooie toevoeging die de PlayStation 4 Pro biedt. Andere goede toevoegingen zijn de HDMI extra USB-kabel die achterin zit. Dat is echt super fijn, want de oude PlayStation heeft niet eens een USB achterin, oftewel super irritant voor bijvoorbeeld je VR. 2 voorin en that's it. That's daar moet je het mee doen. Wat ook super handig is, is dat je je oude console aan je nieuwe kan aansluiten door gewoon een ethernetkabel erin te gooien. En dan sluit je gewoon al je gegevens even naar het nieuwe. Dat is ideaal. Ja, dan vang ik me eigenlijk net afvragen. Want met telefoon dan kun je, zeg maar, die kun je op elkaar leggen en dan gegevens sharing. Dan denk je, gaat die PlayStation niet op elkaar knallen. Nee. Maar je kan dus gewoon een internetkabeltje erin en al je gegevens gaan meteen over. Ja, absoluut. Ideaal. Mijn trofiecentrum van mijn leven. Ja, dat snap ik. Mijn digitale penis. Hoe meer ik er heb, hoe beter ik me voel. Ik snap dat. Ja. Sommige mensen hebben dat eenmaal nodig, want die hebben verder niet zo heel veel. Wat? Anywho, en hij is een stukje groter dan de gewone PlayStation. En hij gaat voor dezelfde prijs weg als de oude PlayStation, €400. En dat vind ik eigenlijk het grootste voordeel. Heb je 1 terabyte. Ja. En als je nu instapt, is dit gewoon de PlayStation die je moet halen. Ja. Alleen in de industrie hebben we nu een beetje een probleem met verschillende versies van systemen. Is dat zo, ja? Ja, want weet je wat het is? Als je voor heel veel PC-games hebben we er natuurlijk last van. Hè? Batman Arkham Knight was een goed voorbeeld. Werkte gewoon niet voor PC. Nee. En als je een PC bouwt, of als je een game bouwt voor 1 platform, zoals bijvoorbeeld de PlayStation 4, dan weet je precies wat er in dat doosje zit en dan kun je daarvoor optimaliseren. Daarom is bijvoorbeeld The Last of Us op de oude PlayStation ook gewoon nog steeds een mooie game. Precies, niks mis mee. Niks mis mee. Alleen nu krijg je dus het probleem. En het probleem is niet alleen bij PlayStation, hè? Kijk naar Pokémon. Op de nieuwe 3DS doet hij het beter dan op de oude 3DS, omdat ze moeten gaan maken voor verschillende systemen. Ja. En publishers kunnen dat waarbij niet zo goed. Ja, het of uitgevers. Is lastig, want de ene kiest voor dit systeem, de ander voor het oude systeem. Voilà. Er wordt echt een beetje, het is een beetje een rommeltje eigenlijk. Ja, er zijn online al wat verhalen bekend over No Man's Sky, over The Last of Us, dat die het gewoon niet zo goed presteren op deze. Verhalen over No Man's Sky zijn er inmiddels meer dan genoeg. Die zijn maar. Er leeg, ja. Maar ook op de PlayStation 4 Pro schijnt die gewoon niet zo goed te draaien. Deze X ook daar een voorbeeld van. Hetzelfde zijn ook voorbeelden, bijvoorbeeld Battlefield 1. Waar de framerate beter wordt. Mol, ziet dat eruit. Ja. Alsof ik verdomme zelf erin in een loopgraaf lig in de Eerste Wereldoorlog. Dat ziet er echt fantastisch uit. Maar wat vind jij daarvan, van dat probleem? We krijgen nou meerdere systemen en dus worden we afhankelijk van hoe goed ontwikkelaars kunnen schakelen. Ja. En kunnen optimaliseren. Ja. Eigenlijk is dat een best wel een redelijk kwalijke zaak. Omdat de PlayStation Pro of de Plus, zeg maar, zit er niet, die is niet uit het niks gekomen. We zijn er al een tijdje mee bezig. Dus waarom, weet je wel, waarom ben je er al niet mee bezig met voorbereiden, of je games aan het voorbereiden op deze console? Maar goed, je kunt het niet voor PC's. Of heel veel ontwikkelaars die falen daarin voor PC's. PC's hebben, zeg maar, 10.000 varianten. Nu hebben we 2 varianten. Ja. Dat is al lastig. Blijkbaar. Wat zegt dat? Ja, waar gaan we inderdaad? Waar gaan we naartoe? Ja, want we krijgen het ook met de Xbox van Scorpio straks. Ja. Er komt ook een nieuwe versie van de Xbox die sneller is. En ze willen wel games blijven maken voor 2 systemen. Had dit niet gewoon de PlayStation 5 moeten zijn? In principe zou je dan eigenlijk zeggen, maar liever wel, ja. Ja, maar dat was weer te vroeg. Ja. Kijk, PlayStation heeft deze ook gemaakt om de concurrentie met de PC aan te gaan. Dat hebben ze ooit een keer zelf toegegeven. Je krijgt dus nu ook technisch. Goede concurrent voor de PC. Alleen je krijgt nu ook dezelfde problemen als PC, namelijk optimalisatie, wat gewoon heel erg per game verschilt. Ja, het is lastig. Maar ja, wat krijg je? We zijn van de week bij een MSI-evenement geweest. Daar heb je de Triton. Ja. Het kleine desktop-pc'tje die dan moet gaan concurreren met de consoles. 3 keer duur. Dus ja, maar die is 3 keer zo duur inderdaad. Ja. Ja, dan weet je zeker dat je goed zit, maar ja.
Ja, oké. Nog een klein dingetje. Trouwens, ik vind het een behoorlijk groot dingetje, maar het ligt er een beetje aan of het jouw ding is. Hij speelt geen 4K Blu-ray af. Wat? Ja! Serieus? Serieus! Nu weet ik dat heel veel mensen alleen maar online kijken, maar ik heb Deadpool op 4K. Die heb ik op mijn Xbox One S, die dat dus wel kan. Kan je die gewoon afspelen. En als je dat vergelijkt met Netflix, als ik 4K stream, is gewoon echt is ook mooi hoor, schitterend. Maar het is niet zo mooi als de disc, want een disc is altijd het mooiste. Ja, dat is altijd het beste. Dat speelt er niet af. Dat is wel een kwalijke zaak. Ja, vind ik ook raar. Ja. Ik snap ook niet waarom ze dat doen. Dat is hetzelfde als de PlayStation 4 speelde geen cd's af. Dat is ook raar. Dat is ook raar. Waarom is dat dan vergeten? Of, ja, zo, niemand heeft er meer cd's. Ja, precies. Of naar de cassette, ik weet het niet. Ja. Dat is bizar. Dus dat is eigenlijk een beetje mijn conclusie. Ik vind het, als je nu een PlayStation gaat kopen, je stapt nu in, dan koop je als het goed is gewoon de Pro. Dat is vooral voor de toekomst ook, hè? Want ze moeten er ook naar aan wennen. En ik weet zeker in de toekomst worden games gewoon qua framerate, qua 4K natuurlijk, daar is het vooral voor, wordt het de PlayStation 4 Pro. Alleen we hebben gewoon wel even wat opstartproblemen met een aantal titels. Precies, uiteindelijk gaan we hier naartoe, maar voor het begin is het een beetje lastig. Eigenlijk is het begin altijd lastig met met nieuwe consoles. Ja, maar ik vind als bij sommige games de framerate op deze minder is dan op deze, dan begin ik toch wel... Maar welke, dat zijn redelijk oude games, een jaar geleden uitgekomen. Ja. Misschien hebben ze gewoon bewust die keuze gemaakt. Zegt jongens, alleen een nieuwe. We hebben nog de controller trouwens. Er zit ook één klein veranderingetje op. En dat is dat er een lampje hier nu bovenaan zit. Oh ja. En de kleurtjes zijn iets anders van de controller. Hij is ietsje grijzer. Maar dit is handig. Als je multiplayer speelt, welke kleur jij bent. Als je dat, is ideaal. Hij verandert ook naar rood of blauw. Of, hij verandert mee met de voorkant. En verder hebben we het. Het is een terabyte oplossing voor €400. Ja goed, de Slim kost nou 300, geloof ik. Ja, met dus, een game en een controller. En ja, dus het is maar net voor wanneer je instapt en als je een 4K-televisie hebt en je wilt op console gamen, dan kan je niet terecht bij de Xbox One S, want daarvoor moeten we wachten op de Scorpio. Maar dan gaan we gewoon, dan heb je nu alleen de PlayStation 4 Pro's, daarmee de krachtigste console op het moment. Alleen qua optimalisatie hebben ze wel wat te leren en dat ze geen 4K Blu-rays kunnen afspelen. Ja, jammer. Sony, echt, jullie verkopen Blu-rays. Dat is... Ja, echt hè, ga eens doen. Dus dat. Okay.